Goedemiddag. Zo dadelijk u vandaag. Maar eerst schakelen we live over naar Utrecht voor een persconferentie van politie en justitie. Want er zijn ontwikkelingen in de zaak rond de moord op oud-minister Els Borst in Bilthoven. Goedemiddag, kijk naar een extra NOS-journaal. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de dood van Els Borst. De minister van Staat werd 8 februari vorig jaar doodgevonden in de garage van haar huis in Bilthoven. Korte tijd later maakte de politie bekend dat ze een onnatuurlijke dood was gestorven. Over die nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek houdt de politie elk moment een persconferentie. Daarbij is verslaggever Kees Verdam en we gaan contact met hem zoeken. Kees, kun jij vertellen voordat die persconferentie begint wat ook alweer de laatste stand van zaken was in het onderzoek naar de dood van Els Borst? Ja, mevrouw Els Borst die is op 10 februari vorig jaar bij haar huis of in haar huis in Bilthoven gevonden. En toen bleek dat ze 2 dagen ervoor om het leven was gekomen. Er was afhankelijk enige onduidelijkheid of zij was vermoord of dat zij door een ongeluk om het leven was gekomen. Al snel is bepaald dat er inderdaad we op zoek moesten naar iemand die daarvoor verantwoordelijk was. 81 jaar was ze, mevrouw Borst. Het heeft heel lang geduurd voordat er echt beweging in de zaak kwam. En dat kwam zo eind december. Toen heeft iemand die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg contact gezocht. En die heeft gemeld dat er mogelijk een patiënt van hem of haar met de zaak te maken had. De politie heeft toen gezegd, dit kan een forse stap zijn. We wilden toch toen nog niet van een doorbraak spreken. We zijn inmiddels ietsjes meer dan een maand verder. Dus je kunt wel zeggen dat het destijds geen doorbraak was. Maar misschien heeft het toch de politie verder geholpen. En het is dus hier op deze persconferentie waar heel veel collega's op af zijn gekomen afwachten of we hier inderdaad te maken hebben met een doorbraak. En misschien is er zelfs ook wel een verdachte aangehouden. Ja. Volgens nog heeft de politie natuurlijk nog weinig losgelaten. Heb je enig idee of hetgeen wat de politie te melden heeft ook te maken heeft met die laatste tips die binnen waren gekomen? Nee, ik kan daar hooguit over speculeren. Al eerder heeft de politie een oproep gedaan in de media naar mensen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg om zich te melden. Die oproep is herhaald na de tip die in, 23 december is binnengekomen. Dus het is niet uit te sluiten dat dat uiteindelijk toch heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen. En wat die ontwikkelingen zijn, daar moeten we toch nog enkele minuten op wachten. De persconferentie die zou om 4:30 beginnen, maar ik heb zojuist begrepen ook omdat heel veel cameraploegen en collega's van de radio en van de kranten nog hun spullen aan het opstellen zijn en misschien ook wel onderweg zijn, dat het eventjes nog gaat duren voordat we hier gaan beginnen. We krijgen verklaringen die worden afgelegd door 2 personen. Johan Bak is hoofdofficier van justitie. Die zal spreken. En Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef van Midden-Nederland. Een persconferentie die om 4:30 zou beginnen, maar die dus iets vertraagd is. Ja, Kees. Nog één vraag. Hè. Als het inderdaad een tip is over iemand die in de geestelijke gezondheidszorg liep en die mogelijk dus de dood van mevrouw Borst op zijn geweten heeft, dan zou hier natuurlijk ook sprake zijn van het schenden van het medisch beroepsgeheim. Hoe zit dat? Ja, dat was natuurlijk al meteen de kwestie. Hè. Er is een paar keer zijn er analyses van de politie naar buiten gekomen in welke hoek zij het zoeken, in welke hoek zij een verdachte zouden menen te vinden. Een van de mogelijkheden is altijd geweest een iemand die met geestelijke problemen kampte, laat ik het zo omschrijven. En dan is natuurlijk altijd het probleem, waar ga je die opsporen? Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere verdachten, maar in dit geval zou je dus kunnen verwachten dat iemand die zo iemand behandelt, iemand die dus werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg, daarmee naar buiten zou komen. Maar ja, dan heb je dus inderdaad het probleem, mag je je dan je beroepsgeheim schenden of niet? En het is dus de vraag, en dat hopen we dus straks ook te horen, in welke mate dat gebeurd is. Als dat inderdaad gebeurd is, we zijn nu wel even aan het speculeren, want misschien is uiteindelijk de verdachte wel gevonden in een hele andere hoek. Maar als we inderdaad even voor te redeneren op de lijn die we waren ingeslagen, dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen dat er dan wel iemand een verdachte heeft aangewezen. Dan wil de politie wellicht
zonder echt het beroepsgeheim te schenden. Daar zal al het debat over gaan. Iemand heeft aangewezen die uiteindelijk door de politie als verdachte is opgepakt. Oké, Kees. Nou, we gaan het wel merken. We zien de beelden van de persconferentie. We laten die gewoon staan. Jij blijft gewoon paraat. En zodra de verantwoordelijke onderzoeksleiders binnenkomen en met de persconferentie beginnen, gaan we het volgen. En daarna eventueel nog met jou napraten. Dankjewel, Kees. Blijf standby. En wij blijven kijken naar de beelden van de persconferentie. Ja, ik hoor je naar die vark. Ik ga nu aan het woord. Goedemiddag, u kunt allemaal gaan zitten. Goedemiddag. Ook achter in de zaal kunt u gaan zitten en plaatsnemen. Goedemiddag, ik wil u allemaal welkom heten. U bent hier vanmiddag uitgenodigd voor deze korte persbijeenkomst. Omdat er mededelingen zijn in het onderzoek naar de dood van mevrouw Borst. Tijdens deze persbijeenkomst zal eerst de hoofdofficier van justitie van Parket Midden Nederland, dat is meester Johan Bak, zo een toelichting geven. Daarna zal de plaatsvervangende politiechef van de eenheid Midden Nederland, de heer Willem Wolders, een verklaring afleggen. Hij zal ingaan op het onderzoek. Er is niet de mogelijkheid plenairs te van vragen. Wel wil u uitnodigen. Als u zegt, ik heb nadere vragen, ik wil een opname maken, dan kunt u zich wenden tot de persvoorlichters. Dat is voor de politie. Dat is voor de politie Bernard Jens. Als u vragen heeft aan meneer Wolders, kunt u zich wenden tot Bernard. En dat is voor het Openbaar Ministerie, mevrouw Mary Hallebeek, die zit in het midden. Als u vragen heeft aan Johan Bak. We zijn net al even geïnterrumpeerd door de telefoon. Ik wil u alle vragen om uw telefoon uit te zetten. En dan gaan we nu luisteren. Geef ik nu het woord aan meneer Johan Bak. Ja, fijn dat u in grote getale bent gekomen. De afgelopen week en ook vanmorgen hebben wij de nabestaanden van mevrouw Borst geïnformeerd over een belangrijke ontwikkeling in het strafrechtelijk onderzoek. In dit strafrechtelijk onderzoek naar haar dood is er vorig jaar een DNA-profiel vastgesteld van een onbekende man. Dit profiel is door de DNA-databank gehaald en leverde toen geen match op. Op 21 januari jongstleden kwam er vanuit het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, het bericht dat er een match was vanuit een Rotterdams strafrechtelijk onderzoek. Op basis van deze match is een 38-jarige Rotterdammer aangemerkt als verdachte in ons onderzoek. Die verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis in die Rotterdamse zaak. In die Rotterdamse zaak is er DNA-materiaal afgenomen van deze verdachte. En dat leidde afgelopen week tot een hit in de zaak in Midden-Nederland. Het onderzoek naar de dood van mevrouw Borst. Het onderzoek richt zich nu verder op de vraag of de verdachte ook inderdaad de persoon is die betrokken is bij de dood van mevrouw Borst. En de heer Wolders van de politie Midden-Nederland zal daar u meer over vertellen. Dames en heren, het is goed om nogmaals te benadrukken dat wij hier zitten omdat er een match is aangetroffen bij het NFI op een DNA-spoor wat op het plaatsdelict is aangetroffen, wat ons linkt aan de verdachte in Rotterdam. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat tips op welke manier dan ook of ander onderzoek leiden tot deze situatie. Als ik terugga naar bijna een jaar geleden zijn wij als politie in nauwe samenwerking met heel veel partijen druk bezig geweest met de plaatsdelict op de locatie waar mevrouw Borst is aangetroffen en hebben daar zeer uitgebreid onderzoek ingesteld. Met forensische mensen, met tactische mensen, mensen van het Nederlands Forensisch Instituut
en andere deskundigen hebben geprobeerd haar sporen veilig te stellen en in kaart te krijgen wat daar gebeurd is. Het is een ingewikkelde zaak geweest, we hebben er ook reconstructies op losgelaten en dat heeft uiteindelijk geleid tot het aantreffen van een DNA-profiel wat in de bank, zoals de heer Bak heeft aangegeven, bij het NFI is neergelegd. Vervolgens komt dan 14 dagen terug, vorige week, het bericht dat er een match is en dat wij uiteindelijk bij een verdachte terechtkomen. Wat we nu gaan doen is eigenlijk, nu we een verdachte in beeld hebben, is terugrechercheren naar de zaak zoals we hem hebben. Dat houdt feitelijk in dat wij natuurlijk nu volop bezig gaan om in kaart te brengen waar deze verdachte de afgelopen jaar, met name in die periode rondom de moorddoodslag op mevrouw Borst, is geweest. Met wie heeft hij contact gehad? Welke telefoons heeft hij gebruikt? Zit hij op internet? En waar heeft hij verbleven? Daarin zullen we nauw contact hebben met de collega's in Rotterdam. Beide onderzoeksteams blijven separaat op beide zaken werken. Maar we zullen tot in detail informatie uitwisselen om zowel onze zaak tot helderheid te krijgen en waar mogelijk ook in die andere zaak. Er zijn vandaag een aantal huiszoekingen geweest. Ook die lopen nog door. En ook daar zullen we de resultaten in het onderzoek betrekken. En hopen we daarmee de zaak duidelijk te krijgen. En zeker niet als laatste. De verdachte zit op dit moment vast in de Rotterdamse zaak. Die is daar aangehouden en door de rechtercommissaris in alle beperkingen gezet. Dat houdt in dat we ook beperkt zijn in de mogelijkheden wat we kunnen delen over de verdachte en zijn omstandigheden. Maar wij zullen in die zaak op enig moment deze verdachte gaan horen. Hij is voor onze zaak dus nog niet aangehouden, maar het verhoor van die verdachte zal in de loop van de komende tijd plaatsvinden en is in doorlooptijd afhankelijk van onze voorbereidingen en onderzoeken die ik u net heb genoemd. Wij hopen in de loop van de komende weken meer helderheid te hebben over de zaak. Dat hopen wij ook op dat moment, nadat het met de familie gedeeld is van mevrouw Borst, ook met de media op enig moment te kunnen delen. Maar ik hoop voor begrip dat wij zo kort na de match nog volop in het onderzoek zitten, met alle beperkingen die er zijn, ook in de zaak van Rotterdam. En het feit dat we daar niet vrijheid over kunnen spreken, dat we de tijd voorlopig nodig hebben om het onderzoek verder te kunnen volmaken. En wij hopen op enig moment terug te komen met meer informatie voor u. Dank u wel. Wat is die Rotterdamse zaak, als ik het begrijp? Meneer Bak en meneer Wolders, dank voor uw verklaring. Zoals ik net uitlegde aan het begin van de bijeenkomst, de bijeenkomst is nu beëindigd. Er is geen plenair gedeelte tot het stellen van vragen. U kunt zich wenden als u dat wilt. En ik zag al een aanmelding bij meneer Bernard Jens voor de vragen aan meneer Wolders en bij mevrouw Hallebeek voor de vragen aan meneer Bak. En die zullen we beantwoorden in een separate ruimte. En tot zover de persconferentie in Utrecht. Het bleef bij een korte verklaring. Ik zal kort nog even wat puntjes uit die persconferentie tevoorschijn nog even herhalen. Er is dus een DNA-profiel vastgesteld na de dood van mevrouw Borst van een onbekende man. En op 21 januari bleek er ineens een match te zijn met een man die vastzat in een strafrechtelijk onderzoek in Rotterdam. We gaan naar verslaggever Kees van Dam, die ook de persconferentie voor ons gevolgd heeft. Kees, wat was er ook alweer nog meer gezegd over deze 38-jarige man in Rotterdam? Ja, dat hij eigenlijk onverwacht betrokken is geraakt bij de zaak rond mevrouw Borst. Er was na lang rechercheonderzoek, zo hoorden we hier nogmaals, een DNA-spoor veiliggesteld in de woning van mevrouw Borst. Aanvankelijk heeft dat geen match opgeleverd bij het Nederlands Forensisch Instituut. Tot vorige week op 21 januari. Toen heeft het OM en de politie blijkbaar hebben die een tip gekregen van het NFI dat er toch een match was. En dan ging het om een man die in een Rotterdamse zaak, waar verder geen toelichting over wordt gegeven, in een Rotterdamse zaak is opgepakt. Hij zit vast in Rotterdam. Heeft blijkbaar iets gedaan waarvoor hij zijn DNA heeft moeten afstaan. En dat DNA matcht met de DNA dat is gevonden in de woning van mevrouw Borst. Het is niet zo dat deze Rotterdammer is opgepakt in verband met de zaak Borst. Hij zit vast in Rotterdam vanwege die Rotterdamse zaak.
Maar de politie hier zei, we gaan nu terugrechercheren. Dat betekent dat we gaan proberen vast te stellen waar deze verdachte, en er werd gezegd het was een man in ieder geval, waar hij de afgelopen maanden is geweest en waar hij ook met name was op het moment dat mevrouw Borst is omgebracht. Kees van Dam vanuit Utrecht, dankjewel voor deze reactie. En tot zover dit extra NOS Journaal 5 uur is onze volgende uitzending. En die is op NPO 2. Ik wens je nog een mooie dag.